iedereen en welkom bij een nieuwe video. Ik begin mijn intro vandaag zonder make-up. Normaal ben ik al opgemaakt, maar aangezien we dit soort video gaan maken, zal dit er vast niet beter op worden. Dus ik dacht, ik maak de intro gewoon al meteen al. Ik ga vandaag een make-up look proberen te maken met alleen maar make-up voor mijn moeder. Mijn moeder is niet van de make-up. Ze heeft wat make-up speelde, het meeste heeft ze gewoon van mij gehad. Eigenlijk wat zij opdoet is foundation en zwarte oogpotlood. En dan is ze eigenlijk vaak wel klaar, een beetje mascara en dan is ze al klaar. Terwijl ik me eigenlijk echt altijd helemaal opmaak, contouren, foundation, nep-in, met al die dingen. Wat ik het belangrijkste vind aan mijn make-up zijn mijn wenkbrauwen en mijn nepwimpers. Ik draag altijd nepwimpers, want ik heb bijna geen echte wimpers. Dat is echt dramatisch. Je ziet echt niks, ook als ik mascara opdoe. Je ziet helemaal niks. En mijn moeder heeft geen nepwimpers, dus... En mijn wenkbrauwen, die moeten ook altijd helemaal perfect mooi strak zijn. Dus ik hoop dat ze daar iets voor heeft. Dit zijn alle haar make-up spullen. Het zijn er op zich nog best wel veel, ondanks dat ze zich niet veel opmaakt. Ik had deze video gezien bij Nikki Tutorials. Ik weet niet of zij ermee is begonnen, maar ik heb het in ieder geval gezien bij haar. En dus ja, het leek mij wel leuk om dit ook te doen. Let niet op mijn haar. Mijn haar is echt een mes. Ik heb het echt net gedaan. Het zou nu op zijn mooiste moeten zitten, maar... Ja, als je krullen hebt, die werken gewoon niet altijd mee. Nou ja, we gaan verder naar de video. We zijn lekker ingezoomd, zodat jullie lekker... in mijn persoonlijke space zitten. Ik ben echt benieuwd wat ik hiervan ga maken. Zoals ik al zei, nepwimpers. Zonder nepwimpers had het echt al, vind ik dan gewoon vreselijk. Dus als ze nou die had gehad, dan had ik die kunnen gebruiken. Maar helaas. Wat ook best wel dramatisch is, is dat dit haar enige kwast is. Ik moet dus vooral mijn handen gaan gebruiken. Want ja, wat moet ik hiermee? Dit is echt alleen voor poeder. Dat had echt niet per se gehoeven. Ik had op zijn minst een foundation kwast moeten hebben ofzo. Maar ja, ik heb niks op mijn gezicht natuurlijk. Mijn moeder heeft een primer van de Action. Dit is de MAC Samora Face Primer. Illuminating Skin Smoothing. Dus hij is illuminating. Dat is dus heel fijn voor een droge huid zoals ik. Want dan maakt hij het allemaal wat minder droog en meer glans. Dus ik ben hier wel blij mee. Ik ga die dan even opdoen. Ik breng primers altijd sowieso al aan met mijn handen. Dus daarin is er nou niet echt heel veel verschil. Deze primer heeft ze trouwens gehad van mij. Ik had die toen getest in mijn Action video. Waarin ik allemaal make-up van de Action ging testen. En toen mocht ze hem hebben. Vaak als ik make-up wegdoe, dan is dat aan mijn moeder als eerste. En als ze het niet wil, ook aan mijn zus en anders gewoon aan vriendinnen. En dan heb ik het echt over gebruikte make-up. Die geef ik aan mensen om me heen. De niet gebruikte make-up geef ik aan jullie. Want ik vind het raar om gebruikte make-up aan jullie te geven. Mijn moeder heeft 2 foundations en een aantal BB creams. Maar ik ga natuurlijk gewoon een foundation gebruiken. Ze heeft eentje van Essence en eentje van Clinique. Nou, 3 keer raden welke ik ga gebruiken. Deze van Clinique. Hij is al wel bijna op, dus ik moet het een beetje uitschrapen. Maar dat moet wel lukken. Het is wel echt balen dat ik geen kwast kan gebruiken. Ik breng nooit foundation aan mijn handen. Nou ja, dan ga ik maar gewoon doen. Ik moet dan wat hier zit. Ze heeft het trouwens in de kleur 9 cent. En dat is ook gewoon wel mijn kleur. Maar zij is veel lichter dan mij, dus ik snap niet waarom ze mijn kleur heeft. Want ze heeft hem ook niet van mij gehad ofzo. Oké, ik heb een beetje op mijn hand. Ik moet even een paar stipjes zetten. Oh mijn god, volgens mij is hij zelfs nog veel te donker ook nog. En je moet echt beseffen, ze is echt een stuk lichter dan ik. Maar ja, als ik ook zie hoe lang zij met haar foundations doet, heb ik niet echt het gevoel dat ze ze vaak opdoet. Oh, dit is zo raar. Hij is wel echt veel te donker. Ik denk dat ze deze van mijn zus heeft gehad. Want die is juist het donkerste van ons. En ik denk dat zij deze gewoon niet meer gebruikt ofzo. En dat ze gewoon aan haar moeder heeft gegeven. Oh mijn god, deze is zo donker. Kijk eens verschil naar mijn nek. Nou, ik vind op zich dat het er wel goed op is gegaan. Ondanks dat ik alleen mijn vingers mocht gebruiken. Ze zijn al echt helemaal bruin. Even kijken of ze een concealer heeft. Want volgens mij heeft ze geen concealer. Oké, ze heeft dus geen concealer. Dus ik heb ook geen mogelijkheid om dit lichter te maken. Ze heeft wel 2 poeders. Dit is er eentje van City Color. Is gewoon een translucent loose powder. En ze heeft deze van Weibo Fixing Powder. En deze is ook gewoon los, maar iets meer een kleurtje. Ik vind die iets te roze, dus ik ga gewoon deze opdoen. En ik ga wel gewoon, ja, ik ga denk ik niet baken. Ik ga het gewoon met die grote kwast aanbrengen. Deze. Ja. Oh my god, er komt van alle poeder eruit. Ik ben persoonlijk geen fan van deze, want op foto's laat hij echt een witte waas achter. Dus ik moet nou gewoon geen foto's maken. De foundation hier is nou helemaal zo patchy, allemaal van die vlekjes. Breng dus nooit foundation aan met je handen. Oké, nou gaan we verder met de wenkbrauwen. Even kijken wat ze daarvoor heeft. Nou, ze heeft 2 dingen voor wenkbrauwen. Deze Essence wenkbrauwpotlood. In de kleur, ja, is gewoon bruin volgens mij. Oh, nummer 2 bruin. En deze neppe Anastasia Beverly Hills Brow iets. En deze is gewoon zwart. Ik gebruik normaal zwart, maar ik vind hem echt heel zwart. Maar ik denk dat ik gewoon alsnog deze ga gebruiken. Hoop ik gewoon op het beste.
Nou, dit wordt echt dramatisch. Ik moet wel zeggen, ik ben al blij dat ze überhaupt iets heeft voor wenkbrauwen. Want mijne zijn echt een mens, dus ik hoopte wel dat ze iets zou hebben. Nou, dit is wat ik ervan kon maken. Dit is echt vreselijk. Ze heeft ook geen concealer, dus ik kan het ook niet opruimen ofzo. Ik heb ook geen kwast. Anders kon ik gewoon deze foundation gebruiken en dan toch een beetje opruimen. Deze is nog best oké gelukt, maar deze... ja, moeilijk. Ik denk dat we nou wel kunnen verder gaan met de ogen. Ze heeft één oogschaduwpaletje en dat is deze van Essence. Hij is al wel helemaal gebruikt. Er zit wel een spateltje bij, dus ik kan die gebruiken. En het zijn een beetje nude kleuren. Even kijken wat ik ga doen. Ik ga gewoon een beetje bruin aanbrengen op mijn ogen of zo. Ik weet niet. Ik heb gewoon echt kwasten tekort, anders had ik er best wel iets van kunnen maken ofzo. Deze gaat ook steeds los. Ik pak trouwens nou steeds deze kleur. En dan pak ik de lichtste kleur en die doe ik onder mijn wenkbrauw. Deze nagel is afgebroken, dus ik kan die zo gebruiken. Ik doe hem ook in mijn binnenste ooghoek. En meer kan ik er niet van maken. Ze heeft ook twee eyeliners. Deze is van de Primark. En deze is van Milani. Deze heb ik aan haar gegeven, want ik vond hem niet fijn. Maar ik denk dat ik voor nu toch deze gebruik. Dit is de Milani Eye Tech Perfection Liquid Eyeliner. En het is zo'n pen. Ik hoop dat hij niet is uitgedroogd. Ik ga even een wink maken als dat lukt. Nou, dit ging op zich best goed. Nou, dit ook. Nou, het is gelukt. Dit is tot nu toe het beste wat is gelukt. Nou, van één ding heeft ze meer dan genoeg. En dat zijn mascara. Ze heeft er gewoon 5. Ze heeft een van de Action, een van Catrice, een van Freedom, een van W7 en een van de Kiko. Ik ga deze van de Kiko gebruiken. Oké, ik wilde deze gebruiken van de Kiko, maar kijk even. Oh mijn god, wat is dit? Oké, deze ga ik weggooien. Dan ga ik deze gebruiken van Catrice. Die is wel gewoon normaal. Ik weet, het is niet heel hygiënisch, maar ik heb niet het gevoel dat ze het vaak gebruikt. Nou, ik moet zeggen, ik ben oprecht verrast door deze mascara. Ik vind hem gewoon echt goed. Ik heb bijna geen wimpers, dus je kunt niks zien, maar ik vind hem wel echt heel goed. Dit is de Catrice All Round Ultra Black Mascara. Nou, ik weet dat ik al poeder heb opgedaan, maar ik had dus niet gezien dat ze ook een LA Girl Pro contour dingetje heeft. Ja, het is een concealer, maar de kleur is om mee te contouren voor mijn huidskleur. Ik weet niet hoe ik dit ga doen zonder kwast, maar ik ga gewoon een beetje mijn vingers gebruiken. Ik ga gewoon hiermee een beetje contouren. Ik doe niet te veel, aangezien ik dus geen kwast heb. En dit is in de kleur Chestnut. Is een hele mooie kleur om mee te contouren. En ik ga denk ik gewoon zo mijn vinger gebruiken. Oh, ik weet niet of dit gaat lukken. Oh, alsjeblieft, laat het een beetje lukken. Oké, ik dacht dat ik niet veel had opgedaan, maar het is toch nog best veel. Oké. Geen paniek, ik fix het wel. Ze heeft geen concealer, maar wel een contour. Ik zal zeggen, dit is wel echt dramatisch. Dit verpest nou mijn hele look. Al was hij al wel verpest, maar oké. Dit lijkt net op die video's waar je je moet opmaken zonder kwasten te gebruiken. Dit zijn gewoon 2 video's in 1. Oh mijn god, kijk even. Ik ga nog een beetje van deze poeder erop doen. Hopelijk wordt het nou dan iets minder. Ze heeft ook deze bronzer van BB Cosmetics. Oh, deze is helemaal kapot. Oh my god, nou die ga ik ook weggooien. Ze heeft ook nog deze bronzer. Deze is van de H&M. Bronzing powder staat erop. Ja, er zit nog een klein beetje in. Ik ga het gewoon ook met deze kwast doen. Ik weet niet of dit nog zo lukt. Want hij is al wel echt bijna op. Ik ben echt erin aan het graven. Niet dat ik nog hoef te bronzen na deze contour fiasco. Oké, de enige blush die ze heeft is deze cream blush. Deze is van Sarah Fine Botanicals Rosy Cheeks Natural Lip and Cheek Gel. Dus kan op je lippen en op je wangen. Oké, ik had echt misschien eerst beter moeten kijken voordat ik allemaal poeder op deed. Oh mijn god, kijk deze kleur. Nou, ik ga het gewoon opdoen hoor. Deze kleur. Oké, ik doe echt een heel klein beetje. Oh, dit is echt dramatisch. Maar ook bij de andere kant. Ik moet zeggen dat ik de kleur oprecht wel mooi vind. Want hij lijkt echt heel donker hierin. Maar als je hem opdoet is het toch niet zo donker.
Maar ja, ik denk niet dat het deze look nog zal redden. Nou, ze heeft geen highlighter, dus dat slaan we over. Echt, mijn handen zijn helemaal vies. En mijn make-up doekjes zijn op en ik ben te lui om naar beneden te gaan. Nou, dan is nog het enige wat overblijft. Lippen. Nou, voor lippen heeft ze deze lipbalm van de HEMA. In de kleur 7 volgens mij. Tenminste, ik denk dat dat de kleur is. Dat is een lichtroze kleur. Dan ga ik die even opdoen. Oh my god. Niks kan goed gaan. Oké, dit is ook heel slecht. Ik weet zeker dat zij dit nooit opdoet, want zij houdt niet van dit soort kleuren. Oké, de kleur is echt veel slecht. Dus ik ga deze, die ik ook als blush heb gebruikt, je kunt die dus ook op je lippen doen. Dus ik hoop dat ik het daarmee iets donkerder kan maken. Dit maakt het wel iets beter. Oké, meer kan ik er niet van maken. Nou is het wel te doen. En ze heeft de fixing spray van de Kiko, heeft ze ook voor mij gehad. Dus die ga ik even opdoen. En dit was dan mijn prachtige make-up look gemaakt met mijn moeders make-up. Dit is dan de prachtige make-up look van iets verder af. Ik ben lekker bruin, mijn lippen zijn lekker licht en mijn wenkbrauwen zijn lekker donker. Nou, ik heb er oprecht het beste van proberen te maken. Het ging wel een beetje moeilijk. Op zich was de make-up niet heel slecht, alleen ja, geen kwasten. Dat is dus wat het echt heel moeilijk maakt. Nou, laat het me even weten als je deze video leuk vond door een leuke reactie achter te laten of en te liken. Niet of en te liken, dus en like en reactie. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!